Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Als ik het niet zeg, dan hoor je het wel vanuit bad. Dit was het enige moment waarop ik dacht, oké, ik wil heel graag iets met je delen. En dit is het enige moment dat ik dit aan u nog uit ga krijgen, ongestoord, voor vandaag. Dus bij deze, even my full attention. Hopelijk heb ik ook jouw full attention. En ik kreeg vandaag twee ontzettend mooie berichten. En ik neem deze podcast trouwens op maandagavond. Morgen is mama dag, de hele dag. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar dat betekent ook no work things. Wil ik niet, maar het gaat ook gewoon niet. Dus ik wil deze nu, ik wil dit nu delen voor woensdag. Want vanavond, dus als het goed is, luister je deze op woensdag. Voor degenen die echt up-to-date zijn met alle podcasts, gaan de deuren open van Weight Loss Mastery. En ik ga een hele vette pakketdeal aanbieden van Weight Loss en Self-Love Mastery. En dat is echt een must-have. De deal is insane. En dat doe ik bewust, omdat die twee, naar mijn mening, zo elkaar aanvullen en zo aan elkaar verbonden zijn en zo zorgen voor het ultieme succes, dat ik je dit gewoon wil bieden. En ja, ik wil wel dat er een investering tegenover staat, maar ik wil hem, en dat zeg ik even bewust, omdat, dat klinkt heel stom hè, maar ik heb in het verleden zo vaak dit, niet alleen dit, maar überhaupt iets van wat ik aanbood, gratis weggegeven. En nog nooit, van al die keren, is er ooit iemand geweest die succes heeft geboekt. En dat was voor mij ook echt de bevestiging dat de uitspraak "you don't pay if you don't pay attention" daadwerkelijk waar is. Zo werkte het. Dus zie het ook als I'm doing myself a favor door te investeren in mezelf, ook op financieel vlak. Oké, maar die combinatie, die is echt goud. En ik heb afgelopen zomer lanceerde ik dit en de respons was insane. En vervolgens de resultaten waren insane. En dat was voor mij de bevestiging die ik nodig had om gewoon het te kunnen staven. Dat ik voelde aan alles, dit is de ultieme combinatie. En mensen zeiden echt, wauw Kim, je hebt gelijk. No weight loss without self-love. En dit was de missing link. En zo zie ik het ook echt. Dus vanavond gaan de deuren open. Ik heb iets heel tofs ook voor snelle beslissers. Dat is de reden ook waarom je op die wachtlijst wil staan. Want dan krijg je namelijk om 8 uur als de deuren open gaan een mailtje. Niet stressen als je hem niet meteen om 8 uur ontvangt. Want er zijn behoorlijk veel mensen die zich hebben ingeschreven op de wachtlijst. En dat betekent dus ook dat er veel mailtjes uitgaan. Maar zorg dat je erbij bent. Dat zal misschien een paar minuten over 8. Ik denk max 8:10. Dat je die mail ontvangt. En als je heel snel reageert en je doet mee, krijg je iets heel tofs. Ik heb een hele toffe bonus voor snelle beslissers. Dus vandaar ook dat ik nog een extra even oproep doe om te zorgen dat je op die wachtlijst staat via de website, via de link in mijn bio. En ik zal hem ook nogmaals even delen in de show notes van deze podcast. Alright. Twee hele toffe berichten kreeg ik. En die demonstreren, een van die zeker demonstreren ook het effect van self-love en dit hele proces. En het was gekoppeld aan een situatie met haar dochter. En dit is zo mooi dat ik het, ik wil beide, wil ik met je delen. Oké, there we go. Ik ga eventjes de screenshots erbij pakken. Ik heb natuurlijk wel niet, ja, oké, deze als eerste. Dit is een screenshot dat ik kreeg van een van eerdere deelnemers. Die zwanger is op dit moment. Eerdere deelnemers van Weight Loss Mastery. Zij is 30 kilo afgevallen met Weight Loss Mastery. Niet normaal. Zij is nu voor de tweede keer zwanger. En ze is 22 weken al. Ze is pas 3 kilo aangekomen. Zij zegt, dit is niet normaal. Hoe ik nu omga, hoe ik ben. Hoe ik me voel ten opzichte van de eerste keer. Dus ik wil even letterlijk delen wat ze me stuurt vandaag. Ik deelde op Instagram van, goh, de deuren gaan open voor Weight Loss Mastery. En zij reageert, ja, met een uitroepteken en een hartje aan iedereen aan te raden. Hierdoor ben ik 30 kilo afgevallen. Ik was 25 kilo aangekomen met mijn zwangerschap. Zo bijzonder dat ik door jouw cursus zoveel ben afgevallen. Inmiddels ben ik weer zwanger, 22 weken nu. En ik ben pas 3 kilo aangekomen. Waha, wat een verschil met de vorige keer. Ook totaal geen angst. Ik weet namelijk dat ik toch wel weer op mijn oude gewicht kom. En dit zegt zoveel over de diepte van haar verandering. Het diepe vertrouwen dat zij heeft in zichzelf en haar lichaam.
Het denkbeeldige knopje dat zij bij zichzelf kan indrukken, zodat zij weet, ik kan mezelf zo resetten qua denken, qua zijn. En dat is niet eens nodig, want zij is geshift in zijn. Het is gewoon nu. Zij weet gewoon, en dat wist ik ook toen ik zwanger was. Ik had cravings, ik ben ook aangekomen. Ik vond ook dat ik een volle hoofd had. Ik zag vandaag een video terug die ik gemaakt had tijdens mijn zwanger. Ik dacht echt, oeh Kim, wat heb jij een... Zoals mijn vader dat zou noemen vroeger. G, wat heb jij een dikke kop. G, wat heb stingen een dikke kop gekregen. Oh, die zin vergeet ik nooit meer, want het heeft me toen als puber een trauma opgeleverd. Nee, alle liefde voor mijn vader, want ik weet hoe die het bedoelde. Maar ik moest er even om lachen. Ik zag die video van mezelf en dacht, damn, wat een opgeblazen kop. Maar het was helemaal oké, weet je. Ik was zwanger en ik zat ook zo in het vertrouwen. Ik heb ook eerlijk gedeeld, ik vond het niet fijn om zwanger te zijn. Ik hou daar niet van. Ik voelde me ook niet top. Wel qua energie, maar gewoon niet in mijn lijf. Maar ik had wel het diepe vertrouwen van dit ik ben zo meteen weer al die kilo's kwijt. Ook na een tweede weer. En dat is volledig ook gebeurd. En dat zij dit nu stuurt en dat ze ook zegt, ik heb totaal geen angst. Ik weet namelijk dat ik toch wel weer op mijn oude gewicht kom. Nu ook na een tweede. Dit zegt zoveel over de diepte van haar transformatie. En dit wilde ik met je delen om van iemand anders ook te horen wat er mogelijk is. En dat het zo diep kan gaan, dat je zo diep shift, dat je uit de angsten gaat, uit de spanning van wat als ik weer terugval. Want ik weet dat heel veel mensen dat hebben, de angst, wat als ik weer terugval. Op het moment dat jij zo diep shift in je zijn, en dat is waar naar mijn mening ook echt de blijvende transformatie zit, en het blijvende gewichtsverlies, dan laat je de angst los dat je terug gaat vallen, want het... Jij bent anders. En dat betekent ook dat je lichaam anders reageert. En ik weet niet of je de podcast van gisteren al geluisterd hebt. Echt een aanrader. Want op het einde merkte ik dat ik emotioneel werd. Toen ik het stukje vertelde dat ik het zie als dat je lichaam een stem heeft. Omdat je lichaam tegen je praat. Iets wat voor mij heel belangrijk is geweest in mijn afvalproces. En ik geloof er dus ook echt in als jij jezelf die vraag stelt. Wat wil je? Dat je een heel ander antwoord krijgt dan hoe je nu bezig bent. En luister die podcast even terug voor de hele, alle context ook. Maar dit stukje, de diepte van je verandering, de verandering in je zijn, waardoor je alle angsten voor altijd loslaat en zo'n diep vertrouwen hebt op jezelf en op jouw eigen lichaam, of in jezelf en in jouw eigen lichaam, dat jij gewoon weet, nogmaals het denkbeeldige knopje dat je moet indrukken, no matter what, ook bij een zwangerschap, en ik had dat diepe vertrouwen ook, dat jij weet. En dat jij met je lichaam kan communiceren. En dat jij precies daar komt waar je wil zijn. En dat is het. En dat is die shift. Dat is de diepe transformatie. En dat maakt ook dat het resultaat blijvend is. En een stap verder nog. Kun je je voorstellen wat het met jou als persoon doet. Als jij op dat punt komt. En niet als, maar wanneer. Wanneer je op dat punt komt. Het heeft echt te maken met een diep vertrouwen creëren. In jezelf, in je eigen lichaam. Los en ondanks alles wat er in het verleden is gebeurd. Hoe vaak je ook gejojoed hebt. Hoe vaak je ook ervaren hebt. Ik kan dit toch niet. Het bestaat. Want je hebt enkel nog niet jouw pad gevonden. En als je jouw pad vindt. En je gaat all in. Ik zeg dit bij alles wat ik teach. En je volgt. En je luistert. Je volgt je hart. Je luistert naar je lichaam. Je wordt echt goed in communiceren met je lichaam. Wat bestaat. Want jouw inner being communiceert 24/7 met jou. Ook op dit vlak. En je durft echt die stap te maken, loslaten, het loslaten van luisteren naar je ego en het volledig stappen in het vertrouwen dat het kan en dat de magic daar happens. Dan gaat er zo'n diepe transformatie plaatsvinden dat je niet weet wat je overkomt. Dat je echt ook, als ik kijk naar ook de 1-op-1 klanten die ik die jarenlang heb mogen begeleiden, de tranen in hun ogen van dankbaarheid. Ik kreeg ook wekelijks zoveel cadeaus. Ik weet nog een meisje die aan kon zetten met 40 euro aan rituals bonnen. Dat weet ik nog zo, het is zo lang geleden. En dat ze zei, voor elke kilo die ik ben afgevallen en ik weet dat ik voor altijd kwijt ben, zei ze. Echt waar, ik heb zoveel mogen meemaken in mijn praktijk en vervolgens met eerdere deelnemers aan Weight Loss Mastery. Zo ontzettend veel succesresultaten, zoveel diepgang. Zoveel life-changing transformaties. Want dat is wat het is. Het is niet enkel, ik raak mijn gewicht kwijt. Je leven verandert. Je leven verandert. En dit, naar mijn mening, is alles waard. Oké.
Ik wilde deze met je delen en ik wil iets anders met je delen. En dat gaat over een visualisatie. Oké, dit gaat over, zij volgt ook Self Love Mastery. En bij Self Love Mastery zit een heel tof visualisatiepakket. En als je voor de pakketdeal kiest, krijg je dus ook er gratis dit hele toffe visualisatiepakket bij. Met, ik geloof wel, 9, wat er 10 woorden, want one is nog in the making. Zelfliefde visualisaties die echt heel diep gaan. En die visualisaties heb ik gemaakt om het allemaal op een nog dieper level te voelen. En ik krijg daar zo'n ontzettend, ja, echt laaiende feedback op. Het is niet normaal. Ik ben zo blij dat ik die stap heb gezet. Ik wil er in de toekomst nog meer mee gaan doen. Maar voor nu is dit wat het is. Het Self-Love visualisatiepakket krijg je dus gratis bij als je voor de pakketdeal gaat. Die sowieso, waar ik een insane aanbieding voor heb. Dus het is echt gewoon zo'n no-brainer. En ik kan je echt aanraden als je twijfelt. Ga voor het hele pakket. Maar wat ik vandaag dus ontving, is zo mooi. En het gaat zoveel dieper. En het, als ik er nu weer over praat, dan raakt het me weer. Want even wat context. Dit was mijn intentie. Bij alles wat ik doe is dit mijn intentie. Maar specifiek voor Self Love Mastery was het mijn intentie dat dit door heel veel vrouwen specifiek gedaan zou worden. Gekozen zou worden. Doorlopen. Dat ze het zouden doorlopen. En dat ze het vervolgens zouden doorgeven aan hun kinderen. Omdat ik er echt in geloof dat wij samen op deze manier... Oh, sorry. Deze is heel belangrijk voor me namelijk. Dat we samen op deze manier echt de wereld veranderen. Ik geloof er echt in dat dat kan. En het begint op individueel vlak. En wat jij doorgeeft. En hoe vervolgens onze kinderen weer verschijnen in deze wereld. En wat zij weer doorgeven aan hun vriendjes. En iedereen om hen heen. Wie zij mogen ontmoeten in dit leven. En vervolgens aan hun kinderen. Mochten ze dat willen. En dit was daar zo'n mooi voorbeeld van. En dit raakte me omdat het... de vervulling was van een diepe wens die ik had toen ik dit deed. Wat erg dat ik daar zo emotioneel van laat. Sorry. Oké, ze stuurt dus... Hey Kim, ik heb net iets leuks meegemaakt en ik wil dit gewoon even met je delen. Ik was met de All I Wanna Be Is Already In Me visualisatie bezig toen mijn dochter van 3 wakker werd. Ze wilde meedoen, dus ik heb haar op schoot gepakt en ze heeft een gedeelte met me meegeluisterd. Mama, wat doe je nu? Doe net als mama. Maar heel goed luisteren wat Kim vertelt. En als je je oogjes dicht wil doen, dan mag dat. Ze heeft alle vragen beantwoord. Maar natuurlijk met een super briljante kijk. Bij de vraag, wie ben je? Antwoordt ze vol trots. En dan noemde ze de naam. Die wil ik even privé houden. Wat zie je voor je? Een mandarijn. Die lag op tafel. Toen ze hoorde dat we laagjes eraf gingen pellen, zei ze... Mag ik dit nu ook bij de mandarijn gaan doen, mama? Ik ben daar echt heel goed in. Die kids zijn echt fantastisch. Ik weet nu dat ik iedere keer als ik een stukje fruit pel... ik er meteen een laagje van mezelf mee mag afpellen. Nou, is dit mooi of is dit mooi? Laat me even weten of er iemand anders ook geraakt wordt. Ben ik de enige die nu in tranen uitbarst? Het zal heel stom zijn, namelijk... Hier gaat het om. En dit is wat het is. En dit is mogelijk. En ik denk als we het hebben over de training die de meeste impact maakt. En de meeste vervulling biedt. Voor mij als creator. Is het Self-Love Mastery. Omdat hij al zoveel levens heeft veranderd. En zo'n ripple effect creëert. En dat ik dit nu weer terugkrijg. Is echt het allermooiste cadeautje ever. En ik gun je dit aan voor jezelf. Dat is het allerbelangrijkste, want het begint altijd bij jou. Maar vervolgens dat jij de keuze maakt om de wereld mooier te nemen. Door hoe jij de wereld mooier te maken. Door hoe jij verandert en het mee te geven aan je kinderen. Want dat is echt voor mij zo belangrijk. Ook naar mijn eigen kids toe. Het stukje self-love, wat ik volledig ben kwijtgeraakt. Mijn hele jeugd, mijn hele tienerjaren. Eigenlijk vanaf mijn 25ste is die reis begonnen naar het terugvinden, teruggaan naar die kern. En ik heb daardoor, alles is nodig geweest en ik ben dankbaar voor alles. Alleen denk ik dat ik soms onnodig geleden heb.
wat niet per se nodig was geweest. Ook al ben ik echt enorm dankbaar voor alle ervaringen, toch voel ik het als mijn missie om het mee te geven dat het ook anders kan. En dat begint al heel vroeg. En ik kan dat niet alleen. Ik kan dat ripple effect creëren door deze training te maken, in de hoop dat heel veel mensen met mij deze willen volgen. Ook bewust dat ik zeg, oké, koppel daardoor een extreem aantrekkelijk prijskaartje eraan, investering eraan. Maar nog steeds, ik wil wel dat er een investering is, omdat net zoals ik in het begin zei, if you don't pay attention. Dat heb ik al 1000 keer meegemaakt. Dus dat is ook een echt een win voor jou. Ja, ik weet gewoon, de juiste mensen kunnen dit ook zien, hoe waardevol dit is om dat te doen. Want dan zeg je echt ja tegen jezelf en die diepe transformatie en ga je er vol voor. En is het letterlijk wedden op jezelf en weet je dat het echt elke cent waard is, dubbel en dwars, en dat je leven verandert. Maar ik heb, en ik denk me nu trouwens voor degenen die luisteren, want ik weet dat er nu berichten binnen gaan komen, dus ik moet dit ook nu delen, dat ik ben een beetje van een kaartwerk, baba, dat voor degenen die alleen mee willen doen aan self-love, ik weet het even niet zeker, wat ook alweer, wat we geregeld hebben. We hebben vandaag namelijk een teammeeting gehad waarin we dit besproken hadden, wat we zouden doen. Ook voor een mega aantrekkelijke prijs mee kunnen doen met een mega korting. Dus mocht je heel erg voelen van, oké, ik wil heel graag self-love mastery volgen. Volgens mij, maar ik wil even niet, ik wil me er niet 100% zeker op vast, maar volgens mij is dat ook mogelijk. Je kan in ieder geval nu ook even aanmelden via de link in mijn bio voor de wachtlijst van self-love mastery. Dus via Insta en via de website. En ook hier zal ik eventjes die link delen in de show notes voor de podcast. Maar ik zei dus, ik kan dit niet alleen. En ik wil nooit aan iemand trekken. Ik wil altijd dat jij voelt, dat de persoon voelt die dit luistert of op wat voor andere manier dit hoort. Ik wil dit. Ik wil dit aan voor mezelf en ik wil vervolgens dit doorgeven aan mijn kinderen en iedereen om mij heen die dit maar niet wil horen, maar die dit wil voelen. Want als jij verandert als persoon, ga jij op een ander level. Zo, dat is hoe ik het zie. Waar ik ook echt in geloof. Je gaat op een ander level vibreren. Je komt op een hogere frequentie. Waardoor ook allemaal andere dingen die op die hogere frequentie trillen, dit is wet van aantrekking, in jouw leven komen, op jouw pad komen. En ook daarom zeg ik, het begint bij het maken van deze reis. En vervolgens verandert het je hele leven. En dit is zo gruwelijk waardevol. En de mooiste reis, naar mijn mening de allermooiste reis die je zelf ooit kan gunnen. En het is een klein beetje ook full circle. Daar ga ik weer. Jeetje, man. Ah, laat hem houden op hormonen. Beetje full circle. Want ik weet nog dat ik voelde toen ik 5,5 jaar geleden bijna alleen op Bali was. Nu, daar was dat stukje. Dat ik me zo sterk heb gevoeld. Daar kwam self-love, was echt de kers op de taart. Het was het ultieme gevoel van zelfliefde dat ik toen dacht, oh my god, dit is het. Dit is waar ik naar verlangde. Dit is volgens mij wat ze bedoelen met onvoorwaardelijke zelfliefde voelen. Waar ik dat mijn hele leven niet gekend heb. Een reis ben gaan maken. En vervolgens dat in Bali zo ultiem mocht ervaren. Dat is gewoon, ja, het heeft altijd, het heeft zo'n belangrijke plek in mijn hart. En dat ik toen voelde, ik ga ooit ondernemers mee naartoe nemen. Want wat ik nu ervaar, deze plek. En het kunnen helpen van iemand. Want ook hoe ik daar ben, is nog eens next level. Zo voel ik dat ook echt. En gewoon ondernemers hier naartoe mogen nemen om een complete transformatie zelf door te maken. En business-wise door te maken. En 1,5 jaar later al was het al zover dat ik dacht, what the fuck, waar wacht ik eigenlijk op? En ik boekte een ticket. Ik vertrok weer naar Bali toe in juni 2019. En ik ben locaties gaan zoeken 2 weken lang voor het retreat. Zonder dat ik 1 aanmelding had. En ik weet nog dat mijn vader zei, ja, maar Kim, hoe weet je dat het gaat lukken? Hoe weet je? Want ik weet dat ik een locatie had geboekt, dat ik aanbetaling al had gedaan. Ik had 0 aanmeldingen. Ik had nog niet gepromoot op die manier dat mensen ook zich konden inschrijven. Hoe weet je dat het gaat lukken? Ik zei, ik weet gewoon dat het gaat lukken. Ik moet dit doen. Dit klopt. Dit is aligned. Ik moet dit doen. Wauw, dat vind ik zo knap dat je dat vertrouwen kan hebben. Toen zei ik, papa, dit is het. Dit is het waar ik over praat altijd. Het vertrouwen in een groter geheel.
that it's meant to be because I want it to be. En daar geloof ik zo in. It's meant to be if you want it to be. En het klopte zo. Ik ben vervolgens mogen gaan met een fantastische groep. Echt, het was de allermooiste ervaring van 2019. Ik had al een fantastisch jaar omdat ik mijn eerste event organiseerde naar mijn tweede. Wat mega succesvol was met 180 deelnemers. Gewoon in 2 weken tijd. Gewoon super easy. Het was zo bijzonder dat er 180 mensen voor mij kwamen toen. En nou ja, het is nu wel een prachtig jaar geweest. Vervolgens ga ik een reis maken naar Amerika met zijn vriend. Waar ik zwanger word van Julian. En nu, een paar jaar later, gaan we zo meteen over 1,5 week al 5 weken naar Bali met het gezin. Waarvan ik 1 week het retreat mag verzorgen. En it's full circle. Want dat was mijn wens toen ik zwanger werd en kindjes kregen. Dat we dit samen mochten doen. Waar het ooit begon. Want het is voor mij zo'n belangrijk ding geweest. Als persoon, als in mijn business. Vanaf toen is het ook gaan stromen. En ik wil dit ook met je delen. Omdat ik denk dat dit iets is wat mooi is om te horen. Ik ga echt van de hang op de tak. Sorry. Nou ja, ik snap het als je nu uittunt. Ik was dat in een groep met een videograaf die meegaat. En Janine. Melissa en Janine heel concreet. In een WhatsApp groep om alles voor te bereiden. Na te denken over de setup. Ik wil namelijk ook dat alles wordt gefilmd. Professionele foto's. Deelnemers krijgen een branding shoot. Het wordt echt zo fucking vet op alle vlakken. Ik wil ook dat het super goed geregeld is. Waaraan daar denken over wat kunnen we doen om een optimale setting te creëren. En alle props neer te zetten. En vervolgens hadden we het nog over, oké, wat gaan we doen met excursies? Welke trips kunnen we nog maken? Bijna het programma was rond, maar wat is nog verder om toe te voegen? En ineens kwam Melissa met een heel tof. Ze had contact gehad met iemand wat op Bali woont. Een Balinees. En een healer eigenlijk. Zij bood ook meditaties aan, want ik ga ook een meditatieteacher inhuren. Ik kon namelijk bijna elke dag starten met maar echt vanuit daar, weet je, dat is gewoon next level. Dat, ook hoe zij dat doen, hoe ze dat, ja echt, het is gewoon next level, weet je. Ik kan wel heel lang tijd besteden om het uitleggen, maar dat ga ik nu niet doen. En we hadden het daarover en toen stond daar ook iets heel moois. Ik weet niet precies wat het was, maar het ging over dharma en echt je ware essentie, terugkomen bij je ware essentie. En ik las dat en ik zei, wauw, dit triggert me zo wat ik nu lees, dit is zo tof. Misschien moeten we dit gewoon toevoegen aan het retreat. Deze workshop, want die is zo vet. En toen deelde ik over een ervaring die ik zelf had in 2017. Toen ik daar dus 2,5 maand alleen was. Toen ben ik ook namelijk naar een healer geweest. Ja, ik weet nog precies wat hij nu precies deed. Maar ik kreeg van verschillende mensen op het eiland die daar waren geweest tip om daar naartoe te gaan. Ik had een chauffeur geregeld, die bracht me daar. Maar die moest buiten wachten. En ik kom daar binnen. En in eerste instantie voelde het goed en vervolgens werd ik heel angstig. Omdat het helemaal verder verlaten was. Er was op dat moment iemand binnen bij die man, die healer dan. Maar ik weet het niet. Dat bekroop me een gevoel van, ik weet het gewoon niet. Ik weet niet of dit goed is. En er werd ook een oude angst voor mij getriggerd. Ja goed, ik heb altijd de angst gehad om verkracht te worden. Nou ja, goed, er werd van alles bij mij getriggerd op dat moment. En ik had het idee van, ik kan hier niet weg. Ik kan mijn taxichauffeur niet roepen, die hoort me niet. Wat moet ik doen? Moet ik blijven of moet ik teruggaan? Toen dacht ik, ja, maar je wil dit zo graag. Je hebt zo'n goede verhalen gehoord. Kim, vertrouw nou. Het was echt zo'n inner dialogue. En uiteindelijk besluit ik om te blijven. En ik de dame die voor mij is, die loopt daar weg. Zij verlaat ook het pand. En voor mijn idee is er niemand meer. Of misschien achter, I don't know. Maar goed. Maar zij komt uit zo'n hokje. Vervolgens vraagt hij me mee, maar op een hele rare manier. Niet echt een warme begroeting of zo. En vervolgens zie ik dat hij nagels heeft van, nou ja, 30 centimeter. Ik zeg 30 centimeter is het tekort. Gewoon echt bizar. Helemaal gekruld. Het heeft daar iets, volgens mij iets spiritueels, maar ik vond het super freaky. Gewoon echt, ja, nogmaals, ik zat daar, een bepaalde angst werd daar getriggerd en het werd alleen maar gevoed. Maar ik had met mezelf afgesproken, oh Kim, je wil dit zo graag. En je hebt die aanbeveling gekregen. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Dat was wat ik doorkreeg, wat ik moest doen. Maar ik vond het heel spannend. Oké, ik ga dat hokje in.
Vervolgens zegt hij dat ik stil moet staan. Gaat hij wat om me heen lopen. En ook op het moment dat hij achter me is. Ik moest mijn tas wegdoen. Daar zat mijn telefoon in. Wat me helemaal niet goed voelde. Dus ik zat heel erg. Ja, ik probeerde de situatie. Ik zat heel erg in die angst op dat moment. Hij loopt om me heen. En vooral op het moment dat hij achter me. Ik denk echt van. Oh, ik vind dit zo niet prettig. Zal ik nog de keuze maken om weg te rennen? Wat zal ik doen? Ik zat daar echt zo van. Wat moet ik doen? Vervolgens vraagt hij nog van, weet je zeker dat je niet voor een langere sessie wil gaan? En volgens mij heb ik toen nee gezegd. Nou ja, goed, dat zijn de dingen die ik me kan herinneren. Oké, vervolgens besluit ik, oké, Kim, je hebt hiervoor gekozen, je laat nu je angst los. Dat heb ik dus gedaan op dat moment. Langzaamaan werd ik ook rustiger. Ik heb helemaal niets gezegd. En die man begint te praten. Ik heb hier volgens mij nog een podcast over van het moment in 2017. Nee, kan niet. Want toen had ik nog de podcast niet. Oké, nee, klopt niet. Ik heb er wel een audiobestand van. Dat ik nog ergens heb. Waarin ik namelijk de sessie aan het einde daarna zeg maar verteld heb tegen mezelf wat er gebeurd is. Maar wat ik me nu nog kan herinneren, want dat zijn de belangrijkste dingen. Ik ga even heel transparant zijn. Ik heb dus niets met hem gedeeld. Helemaal niets. Hij begon zelf te praten. En ik twijfelde op dat moment in Bali. En dat had ook te maken met het feit dat ik dus niemand miste. Ook zijn vriend niet. Of mijn relatie wel goed zat. En ik heb heel lang gedacht, wat is er mis met mij? Want ik mis niemand. Uiteindelijk kwam ik erachter dat dat dus onvoorwaardelijk zelfliefde is. Dat je zo oké bent met jezelf. Dat je dus niemand anders nodig hebt om je ultiem gelukkig en sterk te voelen. Maar op dat moment twijfelde ik dus nog aan bepaalde dingen. We zaten ook anders in een wedstrijd. Ik weet dat zijn vrienden heel graag snel kinderen wilden. Ik was er niet klaar voor. We speelden gewoon heel veel dingen. Ik heb dit al eens eerder gedeeld. En zijn vrienden is oké mee dat ik dit deel. Vervolgens business-wise voelde ik de potentie, maar het stroomde niet. Het was oké, maar ik kon meer, ik voelde meer en ik wilde doorbreken. Ik wilde door mijn plafond heen breken. Dat was echt het jaar van uplevel. Als je mijn podcast volgt, weet je dat ik op dat moment heel erg daaraan zo'n plafond zat en klaar was om door te breken. Nou, oké, dus nogmaals, ik heb niets gezegd, geen woord. En vervolgens begint hij te vertellen. En de dingen die hij zegt, vervolgens zegt hij, je moet stoppen met twijfelen aan je relatie. Deze man is supergoed voor je. Als je hem volledig toelaat. Als jij hem volledig toelaat en stopt met hem weg te duwen. Is deze man zo goed voor je. Ik weet dat dat me geraakt heeft. Vervolgens zegt hij, ik zie volgend jaar in 2018 zie ik een verhuizing. In 2019 word jij zwanger. En in 2020 is er een gezin. Het zal uiteindelijk een gezin van 4 worden, zegt hij. En jullie zijn ultiem gelukkig. En een plaatje wat dus niet, dat is niet wat hij op dat moment zei, wat ik me van hem kan herinneren, echt een plaatje wat stevig stond. En wat het aan mij was in de basis, of ik dat ging toestaan of niet, maar dit was het pad wat voor mij, even los van of hierin geloofde, ik vond het gewoon een bijzondere ervaring, ik heb het altijd onthouden. Vervolgens zegt hij, en dit heeft een diepe indruk op mij achtergelaten. Hij zegt, jij hebt zo'n enorme potentie om ontzettend veel geld te verdienen. De stromen van overvloed, financieel gezien, staan open voor jou. Jij hebt de potentie, zegt hij, om ontzettend veel geld te verdienen. Maar jij blokkeert je eigen stroom volledig op dit moment. Je zit in je hoofd, je zit in je hoofd, je zit in je hoofd. Weet dat jij de potentie hebt om ontzettend, want hij heeft geen bedrag genoemd, hij zegt, maar je hebt de potentie om ontzettend veel geld te verdienen. Meer dan dat je nu kunt voorstellen. Op dat moment zat ik vast aan een omzetplafond van 50.000 euro op het moment dat dat gebeurde. En dat jaar was zelfs mijn minste jaar waarbij ik onder de streep op 17.000 euro uit kan in totaliteit. Niet slecht, maar dat is natuurlijk niet bakken en enorme potentie benutten of realiseren. En ik weet dat dat me zo raakte, omdat ik dat voelde. Ik voelde dat zo. Ik denk, ja, dit is waar, ik weet het. Maar ik heb de juiste knopjes nog niet gevonden. En hij zegt, het zit niet in je hoofd. Op het moment dat jij de stroom gaat toestaan, gaat het stromen. Zo ontzettend hard stromen, dat je niet weet wat je overkomt. Hij heeft heel veel meer gezegd, maar dat zijn de dingen die voor mij op dat moment belangrijk waren, die ik heb onthouden. Waarom maak ik deze side note? Omdat ik erin geloof dat dit voor iedereen is weggelegd. Op het moment dat je de shift maakt van hoofd naar hart. En dat is compleet.
wat er nodig is om blijvend af te vallen en überhaupt om al je doelen te bereiken. Ja, ik ben fan van strategie, maar enkel een strategie die aligned is. En business-wise was ik op dat moment niet de dingen aan het doen die aligned waren. En vervolgens in 2018 kwam ik thuis. Ik ben helemaal vastgelopen. Ik kwam in een zwart gat terecht. Even alles on hold gezet. Mijn hele reis gedeeld. Ik dacht, ik moet mijn relatie verbreken. Ik was blijkbaar vergeten dat die man had gezegd. Ik dacht van ja, het zal wel. En ik liep financieel helemaal vast. Business-wise, inhoudelijk liep ik helemaal vast. En ik heb mezelf de toestemming gegeven om daar volledig doorheen te gaan. Ik dacht ook, ik moet emigreren. Ik moet terug naar Bali. Om het te testen heb ik na 6 weken thuis zijn weer een reis geboekt naar Malta, was het. Dat viel me enorm tegen, waardoor ik tot de conclusie kwam, oké, het zit hem dus niet in het alleen weg zijn of ergens anders zijn. Het zit hem echt in andere aspecten. En ik wist gewoon met mijn hoofd, de vrijheid die ik zoek en het geluk dat ik zoek, zit in mij. All I wanna be is already in me. Maar ik voelde hem niet. Het was een hoofdconcept. En ik wist gewoon, voor ik welke keuze dan ook maak, business-wise, privé, moet ik dit voelen. Ik moet hier doorheen breken. Ik moet op dat voelsniveau komen. En dan kan ik een keuze maken vanuit overvloed. En dat heb ik gedaan. En daar heb ik ook echt even de tijd voor genomen. Ik denk dat het een paar maanden toch wel geduurd heeft dat ik echt vast zat. En op dat moment vrij snel al kwam de wet van aantrekking, het boek. Ik werd geleid, het boek, de wet van aantrekking kwam op mijn pad. Wat ik moest lezen, wat daar al 10 jaar stond, wat ik ooit open heb gedaan. Ik weet dat je dit verhaal 100 keer gehoord hebt als je vaker op mijn podcast luistert. Maar dit is zo'n belangrijk moment geweest. En ik altijd dacht, wat een zweverige bullshit. En nu op dat moment was alles zo aligned en ik kon niet stoppen met lezen. En vervolgens ben ik alles wat ik leerde in de praktijk gaan brengen. Alles wat ik maar kon vinden over de wet van aantrekking. Alles van Esther en Jerry Hicks. Alle trainingen, cursussen, coaching, whatever. Ik ben alles gaan verslinden. YouTube, podcast, boeken. Je wilde niet weten wat ik gedaan heb. En ik ben gaan leren en ik ben gaan doen. En dat hele proces heb ik toen gedeeld op social media. Daar kwam zoveel respons op van ondernemers. Die zagen hoe ik vast zat en hoe ik vervolgens transformeerde. Ik ben mijn podcast begonnen in maart 2018. En alles is, toen heb ik de keuze gemaakt, oké, maar wet van aantrekking is nu my way of life. Ik kan niet meer zonder, ik kan ook niet meer ondernemers helpen zonder dit. Dit is zo mijn waarheid en degenen die dit niet willen horen, die zijn nu niet mijn klant. En degenen die met mij mee willen deze reis maken, weet ik dat ik tot vele grotere hoogtes kan brengen samen met hen. Dan dat ze ooit zouden komen met enkel strategie. En dat was de keuze die ik toen gemaakt heb. Nooit meer achterom gekeken. En vanaf dat moment is het zo ontzettend beginnen te stromen. En als je het hebt over de floodgates openzetten. En de stroom niet meer blokkeren van overvloed. Waar die man het over had. Die healer op Bali. Een half jaar later werd het ingezet. En het is niet meer gestopt. Nu een paar jaar later is het insane wat er is gebeurd. Van compleet vastzitten met onder de streep een omzet van 17.000 euro naar meer dan 1 miljoen omzet. Ik weet even niet de precieze cijfers van de winst, maar die is enorm. En het is insane wat er gebeurd is. En waarom deel ik dit allemaal? Dat zeg ik vaker, maar ik meen dit ook nu weer vanuit de grond van mijn hart. Niet, Kim, wat ben jij geweldig, maar om te laten zien wat er mogelijk is en waarom ik zo geloof in dit stuk. In onvoorwaardelijke zelfliefde. Creëren voor jezelf wat er dan vervolgens gebeurt. Dat dit letterlijk het recept is. De succesformule. Voor blijvend resultaat. En moeiteloos resultaat op alle vlakken. Jij kan moeiteloos afvallen. Op het moment dat jij vanuit je hart gaat afvallen. En niet meer vanuit je hoofd. Dit maakt het complete verschil. En dit heb je nog nooit gedaan. En waarom weet ik dat zo zeker? Omdat je anders blijvend resultaat had geboekt. Ik zweer hierbij. Jouw lichaam praat tegen je. En op het moment dat jij goed wordt in communiceren met je lichaam, bereik jij al je doelen. Bereik jij al je doelen. Dit is de meest mooie, meest confronterende, maar ook meest transformerende reis die je in je hele leven zult maken. Dat zeg ik echt uit ervaring. Als je jezelf dit gunt en het durft aan te gaan, want dit is ook een hele belangrijke. Klaar bent met die oude jij en volledig in staat bent om alles aan te kijken, er doorheen te gaan. Want self-mastery is behoorlijk confronterend. Dat krijg ik heel vaak terug en daardoor zijn ook de doorbraken enorm.
Als jij dit jaar je doelen wil realiseren, blijvend wil afvallen, moeiteloos wil afvallen, op een manier die bij jou past en het voor altijd kwijt wil en dat diepe vertrouwen wil creëren in jezelf. Ook als je zwanger bent, ook als een andere situatie zich voordoet waar je altijd terugviel in oud gedrag. Op het moment dat jij dit gaat doen, dan heb ik het over weight loss mastery in combinatie met self love mastery. En je gaat echt all in en je gaat alles aankijken. Gaat dit nooit meer gebeuren. Ga je nooit meer terugvallen. Die statement durf ik dus echt te maken. Geen garantie, waarom niet? Omdat het uiteindelijk afhangt van hoezeer jij echt de confrontatie met jezelf aangaat en all in gaat. Als je dat echt doet, durf ik deze met 100% zekerheid te maken. En dat zeg ik niet uit eigen ervaring, maar de ervaring van honderden andere deelnemers. Oké, ik geloof dat ik hem wil afronden. Ik heb veel meer gezegd dan dat ik eigenlijk wilde zeggen. Dankjewel voor het luisteren. En het lijkt me heel erg tof om je te mogen begeleiden op deze fantastische, meest confronterende, maar ook transformerende reis die je ooit zult maken. Het is fijn om een gids te hebben die het al heeft gedaan, die je kan leiden. En het is fijn om een warm bad in een warm bad te komen van like-minded people. En dat is wat je gaat ervaren. Alright, thank you. Als je erbij wil zijn, dan nogmaals meld je aan voor de wachtlijst. Degenen die snel zijn vanavond, die worden daarvoor beloond. Dat is bij deze mijn promise. En als je mijn advies wil, ik zou echt gaan voor die insane pakketdeal. Want de meeste waarde en... Ja goed, de meeste waarde, visualisatiepakket, beide flessen, ik weet niet, oh ja, wat ik eet in een week. Ik heb zoveel toffe bonussen die je krijgt, het is echt niet normaal. Oké, dus ook zijn ook fast action bonussen, die zijn enkel voor snelle beslissers, dus echt zorg dat je op de wachtlijst staat. Zorg dat je snel reageert als je weet dat je toch mee wil doen. En maak de keuze die voor jou het beste voelt. Alright, thank you for listening en tot morgen. Bye bye!